Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn YouTube-kanaal. Vandaag ben ik weer terug met een nieuwe video van FIFA 22 op FUT Ultimate Team bij Roto Glory. Precies genoeg punten in ieder geval gehaald voor rang 2. Gewoon steady 56 punten. Het ging niet heel best. Ga ik zo nog wel wat meer over vertellen, natuurlijk. Uh, had ik ook nog niet uh, mijn uh, geld uitgegeven. Die had ik nog op de bank laten staan. Volgende week kan ik jullie in ieder geval beloven: dat ik dan uh, al mijn geld, bijna al mijn geld, heb uitgegeven voor mijn nieuwe team. Wel hebben we weer gewoon lekkere rewards. Ook ben ik nog een klein beetje verkouden, zoals je aan mijn stem hoort. Dat mag de pret niet drukken, want we hebben gewoon natuurlijk drie playerpicks. De eerste gaat openen. Messi of Kante? Nee, maar het is wel de Ajax-ziet uh, Steven uh, Berghuis. Af en toe moet ik ook nog uh, een klein beetje slikken of uh, af en toe een beetje hoesten. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Player pick 2 gaan we dan uh, ook even openen. Zit er dan hier een Messi in? Nee, het is wel een andere Fransman. Maar uh, je beste keuze lijkt toch wel deze Minks. Toch best wel een aardig kaartje hoor: die uh, van uh, Aston Villa, de verdediger. In deze zitten dan een Messi. Nee, maar wel twee 86-rated. Dat komt natuurlijk uh, zeer goed uit voor uh, de SBC's. En zo hebben we toch eigenlijk wel weer uh, drie rode playerpicks. Dat uh, SBC-materiaal is aan de ene kant wel weer jammer. De grote uh, machten van dit Team of the Week 10 uh, waren uh, Lionel Messi, 94 en 91 Kante. Die helaas uh, niet kunnen. Pakken, maar misschien zitten die dan nog in de pakketjes. Een megapakket is natuurlijk ook altijd leuk en fijn. Maar deze is niet zo fijn. Want het is genezen een border en het is genezen een walkout. Het is wel polyzy. Jammer. <coughs> Sorry. Ja, af en toe dus uh, nog een uh, klein beetje hoesten. Verkoudheid uh, natuurlijk een uh, beetje. Nou, daar hebben we nog een uh, 100k pakket. Kijken of daar een uh, walkout in gaat zitten. In ieder geval een borden zit er wel in. Helaas geen walkout. Dus uh, is het eigenlijk al niet meer heel erg interessant. Dus, uh, dus 84 de Braziliaan. Fernando zit er dan nog wat leuks achter. Een Dembele of zo. Nee. Die trouwens ook niet heel veel waard meer zijn. Maar ja, alsnog uh, wel lekker natuurlijk als je die pakt. De rest uh, kan natuurlijk uh, gewoon lekker naar het transferlijst. Want uh, gouden rares zijn natuurlijk uh, nu wel allemaal boven de 1k. Dan uh, hebben we nog ook het uh, premium Team of the w pakket Nou, hier misschien wat leuks. Nee, het is Genezen een Walkout. Het is uh, linksachter van Ausburg. Iago met uh, Snor. Heel jammer. Hier had natuurlijk ook een. Uh, eén in kunnen zitten van het beste team of de week uh, van uh, twee. Dus had ook uh, Brazilian, had ook Neymar kunnen zijn. Maar ja, het was dus al geen walkout, dus uh, daar ga je dan al. Heel erg uh, jammer, eigenlijk wel. Dit is het team waarmee ik heb gespeeld. Het, ja, Het speelde niet echt heel lekker, maar ja. De meeste mensen hebben al Neymar en Mbappé. Dat vond ik wel frappant. Natuurlijk nog uh, 1,56, 1,6 miljoen op de bank. Deze Openda speelde als uh, wisselspeler echt heel erg goed. Heeft me heel veel goals in ieder geval opgeleverd. Ook Uribe, uh, prima. Baku. Heb ik ook van het weekend nog even vrijgespeeld. Gaat waarschijnlijk de Benzema SBC in. Omdat je daar zo'n kaart in ieder geval voor nodig hebt. Zo'n kenmerkende aanwinst. Laten we dan ook even kijken gelijk welke nieuwe kaarten er dan zijn gekomen. Van de kenmerkende aanwinst. Rare promo's zo in het Nederlands. Deze Kevin de Bruyne is ook heel erg goed. Is nu volgens mij 8 ton waard. Hier heb je nog uh, aardig wat kaart. Deze gaat ook veel mensen gebruikt worden. Wissam Ben Yedder, Hele goede kaart. 4-star, 5-star. Hele lekkere stats natuurlijk. Dan hebben we ook nog uh, hier Atal. De rechtsachter natuurlijk met uh, de 4-star, 5 ster 4-star uh, 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 skillmoes en 5-star zwakbeen. Kan je zo uh, in de spits zetten of op het middenveld. Prima kaart trouwens. Renato Sanchez is natuurlijk heel goed ook heb je die kansel natuurlijk als eredivisie spelen, Maar deze Sanchez 4-star, 4-star. Echt een goede kaart voor op CVM in ieder geval. Maar ja, is ook nog wel wat aan de prijzige kant. Is volgens mij uh, nog wel 7 ton waard. Deze spelers heb ik uh, nog allemaal in mijn club. Uh, hartstikke volder door al die Flash-SPC's. Wat er is gekomen tijdens uh, Black Friday. Dus uh, dat is allemaal uh, dikke prima. Echt uh, heel veel volder heb ik. Ook heb ik deze nog gedaan, de 83 plus spelerskeuze. Die was er ook nog, maar ja, helaas, zoals je ziet, uh, niks uh, goeds. Voor Champions Player Picks heb ik er in ieder geval genoeg van. Laat ik hopen dat uh, in ieder geval vanavond of uh, maandag of zo IE uh, released uh, dat je die spelers kan inleveren voor een 86 plus zal in ieder geval wel leuk zijn. Dan gaan we even kijken naar de SBC's. Kelson Martins heerlijk linkje met uh, natuurlijk Renato Sanchez in ieder geval hele goede kaart. Vijfster Star Skillmoes wel drie star zwak been. Dat maakt hem dan uh, wel wat weer minder. Natuurlijk ook het schieten is ook niet heel erg best. Deze Karim Benzema ga ik zeker doen voor mijn volgende weekend team, uh, die ik die maken. Hele goede kaart natuurlijk vier star vier star. Ja, een beetje jammer voor de mensen die die 91 uh, Play of the Bond hebben gedaan. Eigenlijk een beetje een kleine rip voor die mensen. Maar ja, deze kaart is denk ik wel uh, beter, die uh, van Benzema. Dit is er ook allemaal: FUT Hero Upgrade. Uh, gewoon uh, herhaalbaar. Hoef je niet veel voor in te leveren. Maar 1 december komt uh, toch die, uh, ja, die gegarandeerde die je nog krijgt van de pre-order. Dus uh, daarom ga ik hem niet doen. Hetzelfde geldt voor uh, de Icon SBC. Vind ik nog uh, veel te duur. Hij is ook herhaalbaar. Dit is er ook nog allemaal van alle competities en zo. Allemaal dubbele upgrades, weet ik het allemaal. Ook een paar gedaan. Ze uh, had ik niet heel veel. Uh, Pekluk in. En Kunku ga ik denk ik ook nog wel afronden. Eén team heb ik al ingeleverd doordat ik een hoge rated had. Dus uh, ga ik nog wel uh, afronden in ieder geval. En Kunku voor mijn uh, beetje Franse team, wat er toch wel. Uh, Beetje op gaat lijken. Tai Chong, weet ik niet of hij al besproken had. Denk het niet. Hele goede kaart wel. Als je een beetje een Nederlands team hebt, kan je die prima in je team fietsen. In ieder geval. Gaat lastig worden in ieder geval met IFL-spelers in ieder geval. Want die zijn er natuurlijk niet zoveel. Niet hele goede. Bij Melpalen kan je dat in ieder geval wel doen. Dit is het team, dus uh, ja, geld heb ik uh, in ieder geval nog uh, genoeg. Sowieso wil ik uh, deze speler uh, wel gaan uitgetesten. Deze Kloosterman. De rolbrekers is al uh, een tijdje geleden uitgekomen. Maar lijkt mij in ieder geval een hele goede verdediger om uh, te gaan gebruiken. Perfecte link natuurlijk met uh, Nkunku En ook met uh, natuurlijk uh, de linksachter van Bayern München. Alfonso Davies gaan we ook even kijken naar die kaart. Is natuurlijk ook uitgekomen. Al een tijdje terug, twee, drie weekjes. Maar hele goede kaart, in ieder geval. Ga ik denk ik ook wel gebruiken. In plaats van, Mandy, lijkt mij leuk om te gebruiken. We zijn op een ander account nu, in ieder geval, aangekomen. En daar mochten we een 125k pakket openen. Met coins. Heel erg dankbaar ben ik daarvoor, voor mijn neef. Maar ja, wat hij eruit krijgt is dan niet zo heel erg goed. Het is uh, Juris misschien dat er in ieder geval nog wel wat uh, leuks achter voor hem zit. Ik ga zo ook even zijn team uh, bekijken. Dat uh, doe ik nu ook. Mocht je nou uh, ook in ieder geval je team wil uh, laten beoordelen. Of dat ik er even naar ga kijken, laat het dan zeker in de reacties weten. Dan gaan we dat uh, regelen. Dit pakket was dan niet heel erg best. Maar wel in ieder geval uh, bedankt uh, naar mijn neef uh, dat ik hem. In ieder geval wilde. Dat ik uh, zo'n 125k pakketje met uh, coins openen. Dit is zijn team, een heel Nederlands team. Vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Natuurlijk uh, Bijlo, die ik zelf ook heb vrijgespeeld. Hij heeft hem uh, dus uh, op goal staan. Hier centrale verdedigers. Matthijs de Ligt is een hele goede SBC. Had ik misschien ook nog wel, maar ja, ik heb geen Serie A-team. Hele goede kaart. Krijgt natuurlijk de upgrade naar 89. Virgil van Dijk, hele goede kaart natuurlijk. Uh, ja, zijn snelheid is natuurlijk wat minder. Maar er zijn ook niet heel veel andere opties. Owoesu, natuurlijk, de beste rechtsachter nu eigenlijk. Uh, die je kan krijgen van Nederland. Je hebt natuurlijk ook Dumfries. Maar deze Owusu is natuurlijk uh, nog wel uh, wat beter. Wijndal is dan niet heel erg goed, deze linksachter. Die zou ik in ieder geval uh, wel verbeteren. Linksachters zijn er niet zoveel. Maar daarom zou ik natuurlijk deze Macintosh hier eigenlijk neerzetten. Speel je hem wel op 7. Ik weet natuurlijk niet hoe die uh, aanvoelt. Op 7 en op linksachter kan het altijd, natuurlijk. Proberen wij de gouden kaart? Heeft niet hij heeft niet de uh, ones to watch? Uh, in ieder geval gehaald dat uh zei hij ook, had hij uh, niet uh, genoeg coins voor en fodder. Frenkie de Jong natuurlijk ook heel goedkoop. Maar gebruik ik zelf ook, is uh, op het middenveld echt een uh, tank. Hetzelfde geldt voor Marco van Basten natuurlijk leuk. Een uh, icon, het is niet uh, de beste kaart uh, van uh, de Nederlandse icons in ieder geval. Maar ja, uh, het is uh, gewoon een uh, leuke kaart die je uh, prima kan gebruiken. Ook deze, de SPC-Nederlander uh, Chong van de IFL bij uh, Birmingham City voetbalt Die hele goede kaart. Ik hoorde veel wisselende verhalen in ieder geval over. Maar ja, het, uh, hij heeft aangegeven dat het een hele goede kaart in ieder geval is. Hetzelfde geldt voor Bergwijn. Gebruik ik natuurlijk uh, als uh, super-sub. En uh, ja, is ook gewoon een hele goede kaart natuurlijk met die uh, 4-star skill. Boost. Kan in ieder geval geweldige, uh, de, uh, geweldige draaicirkel heeft hij in ieder geval. De paai heb ik dan even niet uh, laten zien, maar uh, die is natuurlijk ook heel goed. Die once to watch kan natuurlijk altijd upgraden. John van der Brom als trainer, hartstikke uh, gaaf natuurlijk. Don Jan Malen is uh, geüpgradet naar 83. Prima kaart heeft hij nog, uh, Dumfries, McIntosh en natuurlijk Ryan Gravenberg die uh, de upgrade heeft te pakken naar uh, 86 door de winst en uh van Ajax natuurlijk, dan Jouma gebruik ik zelf ook. Ga ik de volgende weekend die ik niet meer gebruik. Vind hem niet heel erg goed. Maar voor op de bank is hij natuurlijk uh, perfect. Nou, wat ik al zei, mocht je uh, je team willen laten beoordelen, laat het in de reacties. Voor nu wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zeg zo altijd: doe de blauwe duimpje omhoog. Volg me zeker even op Twitter en Instagram. En dan zeg ik nu voor deze video sluit ik hem af. Later. En tot de volgende video. Doei Doei.